Dan komen werken in scholen, ziekenhuizen, haven van Rotterdam bijvoorbeeld, op Booreilanden, op schepen, dan op heel veel plekken terecht. Wat gebeurt hier zo ten opzichte van deze schakeling? Deze zijn allebei met fase gelegd. Dus die wisselschakeling 2, die wordt ook wel de spaarschakeling genoemd. Je spaart een draad uit. Ja, iemand die dit vak wil leren, die moet natuurlijk twee goede handen hebben. Alleen kunnen werken, samen kunnen werken, hè, want samen maak je de mooiste dingen. Oké, Bart, we gaan nu verder met de spaarschakeling, de bord. Je moet goed kunnen nadenken, goed kunnen lezen vooral. Klantvriendelijk moet je zijn en veiligheid gaat boven alles. Dat moet je vooral beseffen. Nou, op het begin maak je natuurlijk heel veel fouten, want dan begin je als een leek. En dan is het gewoon, ja, je hebt nog niet echt de kennis om echt een volledige installatie te maken. Niet helemaal goed, hè? Nee, dat is een draad lang. Nou, helemaal niet erg. Fouten maken mag op het WIE-college. Maar hoe verder je dan in de opleiding komt, hoe meer je af kan maken. En als je dan klaar bent met een opdracht, dan kijk je wel terug met trots. En dan denk je van, het is nu wel echt eindelijk gelukt. En het mooiste is natuurlijk als ze allemaal een diploma halen. Ja, ik probeer ze daar zo goed mogelijk bij te helpen, dat ze enthousiast blijven. Zo jongens, even een bak koffie, even pauze. Dan gaan we er over een kwartiertje weer tegenaan. Alles bestaat uit elektriciteit en je zal het altijd nodig hebben. Deze samenleving kan je niet zonder. Dus je zal altijd monteurs nodig hebben, er is altijd werk in. Dat is gewoon fantastisch. Allemaal heel leuk die elektrotechniek, maar wel hopen dat je die draad niet kwijtraakt. We'll be right back.